Minister Prahlad Sudhin van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij gaat in op de verschillende vraagstukken betreffende de landbouwsector in ons land. Volgens de bewindsman moet er verder ook gekeken worden naar klimaatsverandering, maar zo ook naar de ontwikkelingen rond het exporteren van groente en fruit naar het Caribisch gebied, maar zo ook de technologische innovatie binnen de landbouwsector. Wij voeren u terug naar dit moment met de minister. Nee, je gaat altijd uitdagingen blijven hebben, omdat de omstandigheden ook continu veranderen, als je om je heen kijkt. Het kan aan de weersomstandigheden liggen, maar het kunnen ook andere zaken zijn. Het kan zijn dat er hier en daar nog een wetgeving moet komen, of de verandering in wetgeving moet komen. Maar dat merk je gaandeweg. En dan moet je helpen bijstellen en je beleid ombuigen. Zoals bij Rijs bijvoorbeeld, al die overstroming van de afgelopen 2 jaren. We zijn gewoon doorgegaan, alle maatregelen getroffen die we konden treffen, gegeven de middelen die je hebt. En dat heeft gemaakt dat wij nu, het seizoen dat nu gaande is, een 9000 hectare meer hebben kunnen inzaaien. Ja, dus dat is gigantisch. En we zitten nu op 27.000 hectare per seizoen. Ik werk er naartoe dat wij binnen 2 jaar komen op rond de 40.000 hectare per seizoen. Vanuit ik aangaf van als het om 2 seizoenen gaat, dat wij het liefst rond de 80.000 hectare op jaarbasis zitten. Dan kan ik zeggen van, ja, ik heb daar wat gedaan. Ook in het kader van de voedselschaarste, welke momenteel gaande is in de wereld. Het streven van CARICOM binnen het beleid van 2025. Dan leveren we daar een bijdrage ook binnen CARICOM. En zo ook in de andere subsectoren, u heeft visserij genoemd. De issue blijft, hoe ga je overbevissing tegen? En daar trap ik hard op de rem. Ik zeg geen nieuwe vergunningen. En waar nodig moet je kijken of je vergunningen kunt verminderen. Natuurlijk niet tot tevredenheid van iedereen, want mensen willen in de visserij gaan. Maar dit moet je zien in perspectief. We zijn zeker een 25 jaar geleden begonnen met maatregelen in de visserijsector. Hoe te verduurzamen, onderzoeksrapporten geproduceerd. Assistentie van buiten binnengehaald, FAO, Europese Unie. Managementplannen geschreven, met de sector gecommuniceerd. Zo is er een bijbel ontstaan en daar houden we ons eraan. Zowel de sector als de overheid. Een wetgeving waar nodig ook aangepast. Alleen blijft een zwakke schakel controle op zee. En in de Ik zou ook niet weten. Is deze minister dat hij bijna de president toegezegd dat ik weet niet of de president dat toegezegd, maar zo hebben de Guyanese het vertaald. Laat me het zo zeggen. Nee, de president weet dat ik volgens wet en recht bezig ben. En samen de sector optreedt. En trouwens, ik kom zelf in de sector. Maar je moet weer daar een balans in te houden. En tot nu toe, u merkt niet dat de vissers ontevreden zijn op dit moment. De samenwerking is uitstekend. En zo proberen wij te houden. En we communiceren regelmatig met elkaar. En wie weet dat ik na mijn ministerschap weer terug ga in de sector. Weet je dat? Oh, dat weet ik niet. We hebben betrekking tot de klimaatsverandering. We merken dat het langzamerhand hitter aan het worden is. Zijn er al gesprekken geweest met betrekking tot de boeren en de verschillende andere sectoren binnen de landbouw en de veeteelt met betrekking tot de hitte die we kunnen verwachten? Kijk, het gaat vrij hard, hè, de verandering van het klimaat. Kijk waar we zaten 2 jaar geleden, overstromingen, en wat we nu al voelen qua droogte, qua temperatuurverhoging. En welke maatregelen je ook wilt treffen, het gaat niet zo snel gaan, het gaat niet zo makkelijk gaan. Mensen gaan misschien moeten verhuizen van bepaalde delen. Mensen gaan andere cultuurmaatregelen moeten treffen. Mensen gaan misschien andere gewassen moeten telen. Het zijn allemaal zaken die je... Kijk nu bijvoorbeeld, ik heb nu in samenwerking met een buitenlands bedrijf. Dat komt hier volgende maand. We hebben heel wat voorbereidingen getroffen. Om alvast te kijken van, ook om nieuwe gewassen te introduceren.
En vannacht kan ik het noemen, omdat wij die met de insight binnenkort gaan beginnen. Het gaat om tarwe bijvoorbeeld. Vroeger was het zo dat tarwe, de woord tarwe, groeit niet in de tropen. Maar natuurlijk, als je praat over tropen, is dat ook vrij uitgebreid. Bedoel, je hebt tropen, de lage humide tropen, zoals hier bijvoorbeeld, veel regen, veel vochtigheid. Maar je hebt ook tropen waar je de semi-aride gebieden hebt. En het zijn wat drogere gebieden. Welke producten groeien daar beter? Maar wij, een keuze welke wij hebben, is dat wij van de jonge kustvlakte kunnen verhuizen naar de oude kustvlakte. Ligt hoger, is wat droger. En dat wil zeggen dat daar minder regent, maar je hebt minder gauw last van overtollig water. Behalve als je langs de rivier zit, we kennen die overstromingen van de afgelopen paar jaren. Zo moeten wij continu gaan kijken naar de, zoals ik heb genoemd, een tarwe. Uien gaan ze ook proberen. Omdat zij vinden dat in het binnenland de nachtelijke temperaturen wat lager komen. Je hebt een ander soortig microklimaat. Op de diverse bodemtypes die daar voorkomen, gaan ze wat plots uitzetten. Maar ook in bepaalde dorpen, hoor. Powaka, hebben ze daar concrete afspraken mee. Zonnebloem gaan ze uitproberen. Mais en soja zijn we al mee bezig. Dus zo moet je ook blijven proberen, die proeven blijven nemen en kijken waar je uiteindelijk gaat eindigen. Want het kan zijn dat bepaalde gebieden, en hier in de jouw kustvlakte, dat niet meer geschikt is voor bepaalde gewassen. Maar is het niet zin wel voorbereid op een mogelijke ramp dat zou kunnen ontstaan van die Ik moet eerlijk zeggen, niet. We waren altijd geconcentreerd op ontwatering. Je moet praten over waterbeheer. Dat je dusdanige infrastructuur hebt aangelegd dat je in de droge tijd genoeg spaarwater hebt om daarmee te irrigeren. Maar dat beleid is er niet geweest. En Nikeri wel, omdat je daar met gamalen werkt. Je probeert ook watervoorraden op te slaan, zoals in de Naniswamp. Dus met al die zaken wordt er wel rekening gehouden. Maar in de droge landbouw, moet ik eerlijk zeggen, niet. We gaan ook binnenkort starten om projecten uit te voeren met bijvoorbeeld irrigatiesystemen. Druppelirrigatie is een efficiënt systeem en het vereist wel een zware investering. Maar dat moet je gaan doen, die investering moet gepleegd worden. We weten niet wat we kunnen verwachten de komende tijden. Minister, u gaat over voedselveiligheid en voedselzekerheid. Nou, als we kijken naar onze landbouwdistrict Saramaka bijvoorbeeld, dan zeggen we deze, maar in principe kunnen we Saramaka niet meer categoriseren als we zeggen onze landbouwdistrict. Van het feit dat we bijzonder de jongeren gedemotiveerd zijn om binnen die sector te staan. Zij zegt dat er gewerkt moet worden aan, zeg maar, om te overgaan naar machinerijen, zodat de sector weer die boost kan krijgen. Nou, wat is het beleid concreet van het ministerie? Kijk, en met welke uitdagingen hebben we nu te maken? Het belangrijkste is nu, we hebben een tekort aan arbeiders. Weet je, dus, en wat moet je dan doen? Je kunt arbeiders importeren, maar je ziet ook, de Haitianen trekken weg. Cubanen hebben mee geprobeerd, die trekken weg. Omdat ze elders in andere landen beter kunnen verdienen. Waar ze ook makkelijk terecht kunnen. Dus mijn focus ligt op mechanisatie. Leer de boer hoe mechanisch te werk te gaan. En laat hij daarmee grotere arealen bewerken. Maar dan moet je niet in die natte tropen zitten of natte gronden. Maar je moet wat droger gaan liggen. Waar je zeker 10 van de 12 maanden met je machine op het land kunt. En dan is dit gebied wat ik zei, in de oude kustvlakte, daar uitermate geschikt voor. Die jongeren, die zullen eerder willing zijn om in de felle zon te werken als ze op een machine zitten, dan met de hand. Weet je, en daarmee heb je dan grotere arealen die je kunt bewerken. Je kunt door die hogere productie goedkoper produceren. Je kunt concurreren, en zowel de lokale als de buitenlandse markt. Dat moet die richting zijn, zoals we dat hebben uitgeschreven door het ministerie. En die gaat moeten opgaan. Dus ten aanzien van de jongeren, ga richting een gebruik van moderne technologie.
gebruik van drones bijvoorbeeld, want dat is ook een droom van heel wat jongeren. Laat het gebeuren. Maar daarvoor moeten de nodige onderzoekingen gepleegd worden, investeringen gepleegd worden, faciliteiten gecreëerd worden. En ten aanzien van het faciliteren van de boeren, het creëren van een randvoorwaarde. Ik heb al eens bekendgemaakt in Nikeri, ben ik al bezig met de voorbereidingen. Om vanaf het komend seizoen, dus november, de kleine boeren die onder de 30 hectare een paddy beplanten, om die voor te financieren uit Nova Fonds. Lage rente, maar je hebt hun een hele zorg, hebben we hun weggehaald. Want ze zitten nu in het systeem van financieringen door derden met hoge rente, van banken waar de rente erg hoog is. Maar als je met 5,5% hun kunt financieren, heb je hun koppijn weggehaald. En dan tegen soepele voorwaarden. Wij streven ernaar om die boer niet zijn huis en zijn perceel als onderpand te gebruiken, maar zijn gewas. Snap je? Dan heb je een ander ballgame. Maar dan moet je heel structuur gaan veranderen, want hij gaat niet de vrijheid hebben om zelf te bepalen van hoe dat met de marketing te doen. Hij mag zijn afnemer hebben. Maar dat moet via die coöperatie gaan die we nu verplicht hebben gesteld. Dan heb je controle op het zaakje. Ook bij de inputvoorziening heb je controle op het zaakje. En ze mogen zelf importeren hun inputs. Daar gaan we ook hun ondersteunen. En ik zie nu al dat als ze nu in staat zouden zijn om zelf te importeren, dat ze minimaal een 30% goedkoper zouden uitkomen. Weet je, dus zo moet je naar al die facetten kijken, al die kostencomponenten. En dan ga je zien dat ze veel efficiënter kunnen produceren. Maar er komen nog andere dingen erbij. Die cultuurmaatregelen. Als je, zij die de rijst kennen, als je door Nikeri rijdt en je ziet een veld met rijst, dan zie je ook wat wij noemen de rode rijst. En het is normaal, dat groeit, maar dat groeit als onkruid. En die moet je met de hand weghalen. Dus de boer moet ook wat inspanningen plegen om dat onkruid, rode rijst, ook weg te halen, op tijd weg te halen. Het zijn ook zaken waarmee zij moeten inkomen. Maar er is het geheel om te kijken naar hoe wij een betere toekomst kunnen creëren voor de agrariërs.